De brede school is pas 4 maanden open, maar er blijken nu al te veel leerlingen op te zitten. En de verwachting is dat het aantal alleen maar toeneemt. Zag de gemeente dat niet aankomen? Nou, we hebben toen de tijd die prognose gehad. En die gaf aan dat er een krimp zou zijn als het ging om het aantal leerlingen. Het was nu inderdaad bij het eerste jaar. Hè. In augustus zijn we begonnen met de school. Was het boven de 400, dus meer dan we hadden verwacht. En de prognoses zijn nog steeds wel dat er een krimp gaat komen. Ik hoor ook wel van anderen dat er weer andere prognoses zijn. Maar we gaan er toch vanuit dat de school qua omvang het moet kunnen hebben. En we verwachten ook niet dat het echt nog gaat groeien, maar eerder in de toekomst gaat krimpen. Maar er wordt ook heel veel bijgebouwd in Zoeterwoude. Meestal betekent dat ook extra gezinnen en extra kinderen. Dat is waar. Dus dat zouden we nog eens een keer bij de prognose moeten betrekken. Hè. Wat voor invloed heeft nou de extra bebouwing? Maar de extra bebouwing zit vooral bij Verde Vista Rijndijk. Hè, dus dat heeft meer consequenties voor de Bernardus school. Daar zijn we nu ook mee bezig. Hè, met een heel nieuw maatschappelijk centrum waar de Bernardus school onderdeel van uitmaakt. Dus ik denk dat daar het zwaartepunt zal zitten als het gaat om groei van de gemeente en meer kleine kinderen. Vooralsnog dus geen noodlokalen bij het avontuur? Nee, wat ons betreft niet. Daar wordt wel over gesproken, maar ik heb nog niet van het bestuur gehoord dat men zelfs in die richting ook maar enigszins denkt.